Namens de familie en in het bijzonder de moeder van Faisal en Bilal wil ik iedereen bedanken die hier vandaag naartoe is gekomen. Ik wil een villa voor mijn moeder aan het strand. Een broertje verrassen met wat euro's op de hand. Kunstenaarschap, authenticiteit, true, eerlijk, echte verhalenverteller. Gewoon iemand die echt door middel van, ja, van schrijven ook weer anderen wist te inspireren. En het altijd dicht bij zichzelf heeft gehouden. Hij is nooit voor de mainstream gegaan, omdat hij toch gewoon echt een echte kunstenaar is. En dat zullen we altijd aan hem blijven bewonderen. Yeah. Ik weet niet wat het is. Samen met Winnen geprogrammeerd in Rotterdam. En dat was altijd op een zeer prettige manier. En met die bekende mooie flow van hem. En die teksten die natuurlijk deels over het Rotterdamse, de Rotterdamse wijken hier gaan. En de straat. En die combinatie met zijn persoonlijke gevoelens erin. Dat heb ik altijd heel mooi gevonden van hem. Ik droomde even dat ik droomde even. Stopte mijn bro, begon na mijn droom te werken. Met een goed hart, ik bewoog en werkte. Ik gewoon in die ochtend, 1 januari, ja, dan schrik je gewoon. En moet je eerlijk zeggen, heel erg emotioneel om hier dan te zijn. Ik kwam ook veel bekenderen tegen, ook van vroeger allemaal. Je ziet ook aan de jongeren en zo, allemaal geschokt. En laten we zo zeggen, ook de wijsheid van jongeren, weet je, laten we dat ook hoog in het vaandel houden. Zeggen veel ook van, ja man, zo erg man, voor de moeder. Ik ook voor de ouders, we kunnen nooit meer nieuwjaar vieren. Dus dat speelt heel erg in de Rotterdamse gemeenschap. Ik hoef je niets te zeggen, je weet het. Dit gaat verder dan rappen. Als je roept, dan ben ik daar. En als je belt, dan sta ik klaar. Mijn broers, we delen vreugde en verdriet. Ik meen het. Dit gaat verder dan rappen. Dit is een antwoord op je vraag. Jij bent veel meer waard dan een tweede plaats. Je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. Samen uit, samen thuis, samen alles. Dus rollen we samen tot de dood. Tot de benzine op is. Nee, we pushen. Als ik zeg Vijs, zeggen jullie Acten. Vijs. Vijs. Dat is niet hard genoeg. Ik zei Vijs. Vijs. Rust zacht, Faisal.